heten de Rova Boys. Hier. No, man. Rode Clan. Nee, joh. Nee, joh.
Rofa Boys. Yes, 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 yes. En dan is het uiteindelijk toch wel jouw beurt, Wendy. Want jij kent ze natuurlijk al. Maar je bent natuurlijk ook heel kritisch. Je hebt gezien wat ze hebben gedaan. Vertel het ons. Nou, ik ken ze inderdaad al een tijdje. Ik heb ze vaak op zien treden. En altijd heb ik gezegd, doe wat aan jullie performance. Nou, vandaag ging het al een heel stuk beter. Het dansen, het entertainen van het publiek. Het ging gewoon een heel stuk beter. Alleen de pasjes kunnen nog wel wat gelijker. Het ging niet helemaal gelijk. Maar ik weet van waar jullie gekomen zijn en waar jullie nu staan. En het is gewoon een stuk beter. En voor de rest vind ik het altijd gewoon echt tof aan jullie. Verschillende stijlen rap en een zanger. En samen vormen jullie gewoon één. En gewoon eigenlijk een blok naar de wereld. Dat, applaus voor Rofa Boys. Heel goed, heel leuk. Het was heel gezellig met de groep. Optreden was goed gegaan. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met voorbereiden? Met voorbereiden misschien 3 weken zo. 3 weken heb ik het gedaan. En hoe voelde je toen je op het podium stond? Ja, heel goed. Helemaal vrij. Heb je er vertrouwen in? Ja, ja. Vond je zelf een van de mensen die kwamen optreden? Die trok me heel erg aan en toch wel de danseres. Ja? Cool, nou wij gaan voor je duimen. Dat is James van de Rofa Boys gehouden. En we gaan je zo meteen weer filmen als het podium staat. Nee, ik ga niet meer filmen. Wanneer? Maar zo meteen ga je zo de uitslag vertellen. Nou ja, de uitslag komt er om, ik weet hoe laat het is. Spannend, spannend. Hier is het, de volgende staat uit. En die heeft 1 minuut. Ja, om 5 en 9, 9 uur de prijzen. Nou, hij gaat winnen, dat weten we zeker. Ik ook.